Samen lezen, leest iemand het verhaaltje voor en dan praten we over het verhaal. Dan hebben we ook altijd een drankje en een koekje op tafel en dan mogen we altijd eten. Soms zijn het wel leuke verhalen, soms wel minder leuke. Ook echt gebeurde verhalen soms. Samen lezen is dat wij ook gewoon gedichten lezen op het einde. En dat is leuk. Vroeger vond ik lezen echt niet leuk. En nu wel. Sinds ik samen lezen doe, ben ik echt super. Hou ik super veel van boeken en lezen en verhalen schrijven. Dat doe ik ook graag.